Max van den Bee wordt verdacht van het bedreigen van zowel minister Sigrid Kaag als van ex-topambtenaar van justitie Joris Demmink. De meest in het oog springende gebeurtenis was het feit dat hij met een brandende fakkel stond te zwaaien voor het huis van minister Kaag. Max, de fakkel van vrijheid. Dat gebeurde op 5 januari van dit jaar. Hij wilde dat ze naar buiten kwam, hij wilde dat ze met hem zou gaan praten. En Kaag was gewoon bang. Die vreesde dat het huis in de fik zou worden gestoken, dat hij haar iets aan zou doen. Haar kinderen waren ook in huis, dus ja, de sfeer was niet bepaald feestelijk te noemen. Daar moest hij zich voor verantwoorden, Max van den Bee. En ook voor het brengen van een bezoek aan een sociëteit die regelmatig wordt bezocht door ex-topambtenaar Joris Demmink. Die wilde hij ook spreken. Nou, dat is verder niet gelukt, maar het ging wel volgens justitie om zware bedreigingen. En daar is hij eerder dit jaar in januari tijdens een snelrechtprocedure voor veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf. En nu zou de zaak dienen in hoger beroep. Alleen bleek dat het Hof het toch heel belangrijk vindt dat hij nog nader wordt onderzocht door een psychiater. Er zijn allerlei aanwijzingen over een psychische stoornis. Hij zou lijden aan schizofrenie. Hij zou in een psychose hebben verkeerd. En er zijn dus genoeg aanwijzingen om een onderzoek naar zijn geestvermogens te doen. En dat kan dus kennelijk pas eind november klaar zijn. Ja, en inmiddels zat Max van den Bee weer vast. Hij had de voorwaarden bij de schorsing van zijn hechtenis overtreden. Zat sinds half augustus dus weer achter de tralies. En zijn advocaten betoogden hier van ja, hij heeft nu op een paar dagen na die 6 maanden wel zo'n beetje uitgezeten. En het zou heel onredelijk zijn en buitenproportioneel om hem nog langer vast te houden en hem tot eind november te laten wachten op die rapportages over zijn geestestoestand. Nou, dat vond het Hof kennelijk ook. Dus die hebben besloten dat hij vrijkomt vanaf morgenochtend om 10 uur. Het enige is dat hij zich wel moet houden aan alle voorwaarden die hem eerder zijn opgelegd en die hij dus ook heeft geschonden. Zo mag hij niet in Den Haag komen. Hij mag niet bij de woning komen van alle bewindslieden van het kabinet Rutte 4. Hij mag niet komen in de buurt van de woning van Jaap van Dissel van het OMT. Hij moet vrijwillig meewerken, of eigenlijk verplicht meewerken, aan onderzoek naar zijn geestvermogens. En al die voorwaarden moet hij zich aanhouden. Nou zegt zijn advocaten, ja, die overtreding van de voorwaarden, dat viel wel mee. Hij heeft echt zijn best gedaan om zich eraan te houden. Maar de reclassering heeft daar een veel te strenge invulling aan gegeven. Het was al zo dat hem werd aangevreven dat hij in een trein zat die door Den Haag reed. Maar hij is niet uitgestapt. En ze zegt, ja, door het feit dat hij niet naar Den Haag mocht komen, kon hij dus ook niet op het kantoor van zijn advocaat komen om daar overleg mee te plegen. Dus zij betoogde eigenlijk dat die voorwaarden veel en veel te streng zijn en dat die moeten worden verlicht. Nou, dat heeft het Hof niet gedaan. Die voorwaarden die blijven onverkort in stand. Viel je nog iets op in de rechtszaal? Nou, er waren veel aanhangers van Max van den Bee. Hij kwam ook kushandjes uitdelend, kwam hij de zaal in, kushandjes uitdelend naar zijn aanhang op de publieke tribune. Ja, het Hof signaleerde ook al, of de advocaat-generaal deed dat hij door zijn aanhang op een voetstuk wordt geplaatst. Hij wordt gezien als een absolute held. En dat maakt de angst voor het overtreden van voorwaarden ook weer zo groot. Omdat hij daardoor het idee kan krijgen dat hij toch op de goede weg is. En dat wat hij doet breed wordt gedragen door mensen. Er zat veel aanhang op de publieke tribune. Ze hadden ook spandoeken meegenomen. Die mochten ze niet uitrollen op de publieke tribune. Willem Engel was ook aanwezig. Wat hij daar deed, weet ik niet precies. Want hij heeft met deze zaak niet zo heel veel te maken. Maar hij was er wel. En verder ging er een gejuich op de publieke tribune toen het Hof besloot om hem vrij te laten. Ja, wordt vervolgd deze zaak. Waarschijnlijk in november.